Jee, voorzitter. Je zal toch maar moeten spreken na die twee stoere mannen van de VVD. Stoere mannen die het over kosten hebben en dat allemaal, de AWBZ toch helemaal uit de klauwen loopt en het beleid wat hartstikke goed is. Wat een stoere mannen, zeg. Maar waren ze maar zo stoer bij die VVD? Waren ze maar zo stoer? Als het gaat om het geld wat we uitgeven aan de Europese Unie, of de miljarden die we uitgeven aan ontwikkelingshulp, of de kosten die we maken voor Griekenland, Cyprus en voor de miljarden waarvoor we aan de lat staan. Maar nee, voorzitter, het zijn de oudjes en de zieken. De VVD is hardvochtig. Hardvochtig als het omgaat om de mensen die het meest breekbaar zijn. Voorzitter, natuurlijk niemand in dit huis wil de zorgkosten op laten lopen. Niemand. Maar het gaat wel om de manier waarop. Voorzitter, we zijn vooral in verkiezingstijd, maar ook het afgelopen jaar, kapot gegooid met mantra's. Bijvoorbeeld die ene. In 2040 zijn we de helft van ons inkomen kwijt aan zorgkosten. Beide bewindspersonen hebben hem vaak gedaan. Maar hoe zat dat nou met dat scenario? Nou, dat scenario dat ging ervan uit dat het gat tussen de stijging van de zorgkosten en de groei van de economie tot 2040 3,5% per jaar zou zijn. Niet reëel natuurlijk, want inmiddels is die stijging van die zorgkosten al enorm gedaald aan de hand van de maatregelen van Schippers, Klink, Bussemaker en Veldhuizen. En we mogen er ook van uitgaan, hoop ik, dat de economie weer aan zal trekken. En als de economie aantrekt, dan kunnen we ook de zorg veel beter betalen. Maar nogmaals, voorzitter, als dat niet gebeurt, ook mijn fractie wil die kosten binnen de perken houden. Maar niet zo hardvochtig als het schrappen van al die zorg. Voorzitter, we hebben een beleid gebaseerd op mantra's. Neem bijvoorbeeld die ene over de AWBZ. Die zou in 10 jaar, of nee, sinds de oprichting in 68, gestegen zijn van 275 miljoen naar 27,5 miljard. Ja, wat daar weggelaten wordt, is dat er toen 3 aanspraken waren en nu 17. En dat waarschijnlijk de appels en de peren uit 1968 nu ook 10 keer zoveel kosten. Voorzitter, of wat dacht u van het mantra van de staatssecretaris? De AWBZ kost ons 3000 euro per persoon per jaar. Het is 2200 euro. Dat is ook veel geld. Maar mijn punt is dat er iedere keer mantra's worden gebruikt waarbij bedragen gigantisch overdreven worden. En dat worden ze om zo op die manier harde bezuinigingen goed te praten. Of die vergelijking met Frankrijk en Duitsland. Daar zijn de langdurige zorgkosten 1/3 lager. Maar wat is de realiteit? Als je cure en care optelt en kijkt wat de totale zorgkosten zijn, zijn ze net zo hoog in Duitsland en Frankrijk. Voorzitter, of die wethouder heet ook weer Florijn, die de staatssecretaris onlangs nog citeerde. De gang naar het verpleeghuis zou 50.000 euro per persoon per jaar kosten. Het is 20.000. Ook heel veel geld, maar het wordt wel 2,5 keer overdreven. Voorzitter, ouderen willen langer thuis blijven wonen. Nog zo'n mantra. Ja, dat willen ze natuurlijk. Als je een oude, demente meneer of mevrouw vraagt waar bent u het liefste, dan begrijp ik dat ze zeggen ik ben het liefste thuis. Maar als ze na het boodschappen doen de weg naar huis niet meer kunnen vinden, of als ze niet meer weten waar een sleutel voor is, kunnen ze dan nog thuis blijven wonen? Voorzitter, het mantra dat herhaald wordt van de ouderen die langer thuis willen blijven wonen en dat ze dat zelf willen, wordt ontkracht door het feit dat op dit moment 27.000 mensen op een wachtlijst staan voor een plek in een instelling. Omdat ze thuis niet meer kunnen wonen, omdat het niet meer gaat. Voorzitter, en er gaan er nog eens 100.000 plekken weg. En hoe kun je nou vol blijven houden dat mensen dat zelf willen? Voorzitter, dit kabinet stevend af op de afgrond. Neem de thuiszorg van schrappen van 90% in het regeerakkoord naar 50% in het zorgakkoord, naar nog steeds 50% in het herfstakkoord. 170.000 mensen, ouderen, mensen die hulp nodig hebben, raken het kwijt. Voorzitter, de langdurige zorg wordt afgebroken. En al kijk ik niet al te vaak televisie, ik vind toch het programma van Geer en Goor heel erg tekenend. Tekenend eigenlijk voor hoe de zorg nu in Nederland is. Heel fragiel, heel kwetsbaar, heel afhankelijk
van hoe wij hier de beslissingen nemen. En eigenlijk zie je daar ook hoe lang mensen nog thuis blijven wonen. En de staatssecretaris wil daar 100.000 mensen aan toevoegen. In rolstoelen, slechtziend, blind, soms 5 ziektes, licht dementerend, soms al wat gevorderd. En we weten eigenlijk allemaal wel dat dat niet kan. Wat moet er dan wel gebeuren? Voorzitter, in verkiezingstijd gaan we met z'n allen met onze plannen onder de arm naar het Centraal Planbureau. We willen allemaal een goedgekeurde rekening. Maar het probleem is wel dat je alleen een stempeltje kunt krijgen op maatregelen waarmee zorg wordt geschrapt. Als je als VVD de huishoudelijke hulp wilt schrappen, krijg je hop 1,1 miljard euro. Maar als je naar datzelfde CPB toe gaat en je zegt ik wil een overheidnorm, voorstel van PVV al eerder natuurlijk, maar dat was de heer van het Woud, of sorry, meneer Van Dijk vast vergeten dat hij ook 2 maal tegen ons voorstel had gestemd, maar goed, dat heeft terzijde. Maar als je met een overheidnorm komt, dan zeggen ze bij het CPB, kunnen we niet berekenen. Dus wat krijg je? Je krijgt de situatie dat in al die verkiezingsprogramma's, die plannen waarmee zorg wordt geschrapt, uitgekozen worden en daarna komen die in het regeerakkoord. De realiteit is dat dat uiteindelijk uitgevoerd wordt. Maar met de fraude, met de verspilling, met zo'n leuk nieuwspuntje als een overheidnorm, met de regels, daarmee gebeurt niets. En daar liggen miljarden. En die miljarden, die liggen er in 2017, als de ouderenzorg afgebroken is, nog steeds. En dat, voorzitter, dat zou toch heel erg triest zijn. Dat zou toch armoede zijn. Voorzitter, dat is ook mijn oproep aan die staatssecretaris. Kijk naar die organisaties. Buurtzorg, Thomashuizen, Focus Wonen, Buren voor Buren. Ze werken allemaal 20-30% goedkoper. Binnen de huidige AWBZ. Je hoeft daarvoor de AWBZ niet af te breken. Binnen die kaders, binnen die financiële kaders, waarop al die hardvochtige maatregelen gemotiveerd worden. Je kunt binnen die financiële kaders blijven. En je hoeft daarvoor niet mensen bot hun zorg af te pakken. Voorzitter, ik roep de staatssecretaris dan ook op om de organisaties aan te pakken, om de macht niet neer te leggen bij het CPB of bij de polder, maar bij de werkvloer. Geef hen de sleutel in handen. Laat hen het plan maken. En zorg ervoor inderdaad dat je in 2017 binnen die financiële kaders blijft, maar dan zonder dat ouderen, gehandicapten en de zieken van ons land de rekening betaald hebben. Laat 2014 niet het tussenjaar zijn, maar het jaar van inkeer. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. En ga van regeerakkoord naar zorgakkoord naar herfstakkoord, dan eindelijk eens een keertje naar werkvloerakkoord. Dank u wel. Dank u wel. Dan gaan we luisteren naar mevrouw Klever van de fractie van de Partij voor de Vrijheid. Voorzitter, we worden voor de gek gehouden. Er wordt de komende jaren voor miljarden bezuinigd op de zorg. Niet omdat de zorg te duur is, maar om Brussel tevreden te houden. Ik blijf herhalen dat deze bezuinigingen niet nodig zijn. Onze zorg is niet te duur, het zorgstelsel maakt het duur. De fraude maakt het duur. De bonussen, de onmaatschappelijke winsten en buffers maken het duur. En in plaats van die problemen aan te pakken, pakt dit kabinet ons de zorg af. Zogenaamd om de zorg ook in de toekomst te kunnen garanderen. Maar het enige wat dit kabinet garandeert, is dat de zakkenvullers de komende jaren kunnen doorgaan. Neem de fraude. Er wordt een heel platform opgetuigd en een plan van aanpak geschreven, maar zonder targets of boetes te benoemen. Frauderende artsen en ziekenhuizen komen overal mee weg, want fraude bewijzen blijkt wel heel erg lastig. Neem het Radboud UMC. Die verdacht een arts van fraude en heeft hem ontslagen. Onterecht volgens de rechter en nu moet het ziekenhuis tonnen betalen aan de arts. Neem het Catharina ziekenhuis. Die ontdekte foutieve declaraties van een arts, maar kan deze niet ontslaan, want er zou geen sprake zijn van opzet. Kortom, het opsporen van gesjoemel met declaraties is niet eens zo'n groot probleem. De aanpak loopt vast in het vervolgtraject. Worden er daarom geen targets genoemd?
is daarom nergens in de begroting de opbrengst van de fraudeaanpak ingeboet. Als hier geen oplossing voor komt, is de hele fraudeaanpak een wassen neus en worden we voor de gek gehouden. De zorgpremie gaat volgend jaar een fractie omlaag. Maar we worden alweer gewaarschuwd dat de premie in 2015 weer gaat stijgen. Ondanks dat berekeningen aantonen dat de premie nog veel verder omlaag kan. De minister zegt dat ze niet over de hoogte van de premie gaat. Het is een zaak van zorgverzekeraars. Maar in 2008, toen de minister nog Kamerlid was, diende zij een motie in, samen met mijn collega Agema, waarin zij de regering verzocht de fraude te bestrijden met als doel een lagere zorgpremie voor de burger. Deze motie werd met brede steun aangenomen door de Kamer. Nu weigert de minister zelfs maar te kijken naar het rapport van de Consumentenbond, die netjes berekent hoe ver de premies zou kunnen dalen als de fraude aangepakt wordt. Ik denk dat ik dezelfde motie ga indienen. En als de minister die gaat ontraden, dan wordt de Kamer hier toch echt voor de gek gehouden. Zorgverzekeraars moeten fraude aanpakken. Daar liggen miljarden besparingen. Maar tot nu toe weten ze nog geen 10% op te sporen. In de race voor het binnenhalen van verzekerden geven ze echter makkelijk bijna 500 miljoen euro uit. Zorgverzekeraars weigeren verder hun buffers te verlagen, maar verlagen wel de prijzen voor zorgaanbieders. Met name voor zorgaanbieders die vanuit de aanvullende verzekering betaald worden, zoals fysiotherapeuten. Je zou verwachten dat de aanvullende premie dan ook omlaag gaat. Maar nee, deze gaat omhoog. Zorgverzekeraars houden ons ook al voor de gek. Intussen piekt het aantal wanbetalers en het aantal zorgmeiders piekt. De wachtlijsten stijgen, de maagbloedingen stijgen en de werkeloosheid in de zorg stijgt. Tegelijkertijd constateert de NZA, de toezichthouder op onze gezondheidszorg, dat ons zorgstelsel sinds 2006 eindelijk goed begint te werken. Maar wat gaat er dan goed? Dat de zorgverzekeraars miljarden winst maken? Dat ze met deze winsten luxe zorgpaleizen optuigen waar je voor duizenden euro's per maand terecht kunt? Hoe lang laten we ons nog voor de gek houden? Voorzitter, het is duidelijk dat het helemaal niet goed gaat met de gezondheidszorg in Nederland. Maar gelukkig hebben we een minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport die ook nog eens de machtigste vrouw van Nederland is. Misschien is nu de tijd gekomen dat ze die macht gaat aanwenden om de keldering van onze gezondheidszorg te keren. We moeten namelijk niet bezuinigen, maar hervormen. De verkeerde prikkels uit het stelsel halen. En ik heb daarvoor een tweetal suggesties. De eerste suggestie betreft de kwaliteitsindicatoren. Het zijn er per ziekenhuis meer dan 2000. Een boekwerk van 60 pagina's waar het UMC Utrecht 5 extra medewerkers voor heeft moeten aanstellen. En wat levert dat dan op? Vraag het de Algemene Rekenkamer maar. Zij zien er niets in. Het ziekenhuis doet er niets mee, de zorgverzekeraars maken hun eigen afwegingen en de patiënt wordt er al helemaal niet wijzer van. Een rapport uit 2011 van de Boston Consulting Group toont heel duidelijk aan dat wij hier in Nederland op de verkeerde weg zijn. Daarin worden de indicatoren voor een heupprothese vergeleken met die in Zweden. In Nederland moeten 15 indicatoren worden ingevuld, waaronder maar één uitkomstindicator voor diepe wondinfecties. De andere indicatoren gaan over het proces en de structuur van de ingreep. Welke patiënt begrijpt de indicator transfusie van homoloog bloed? Wat hebben ze daaraan? De Zweden hanteren uitkomstindicatoren, zoals bijvoorbeeld heroperatie binnen 2 jaar, overleving van het implantaat of loopafstand na operatie. Heel zinvol als je als patiënt een afweging wilt maken naar welk ziekenhuis je wilt voor een heupoperatie. Dat is het soort transparantie waar we naartoe moeten. We hoeven het wiel niet uit te vinden, het is er al. Mijn vraag aan de minister, hoe gaat zij ervoor zorgen dat we zo snel mogelijk een basisset uitkomstindicatoren hebben, zodat we per ziekenhuis inzage hebben in het aantal heroperaties, complicaties en levensduur van een prothese. Met al die onzinindicatoren worden we immers maar voor de gek gehouden. Mijn tweede suggestie gaat over een garantiesysteem. Ik ben ervan overtuigd dat een garantieregeling de kwaliteit van de zorg zal verbeteren. Als de uitlaat van je auto vervangen is en hij valt er na een maand onderuit, dan ga je terug naar de garage om het te laten repareren en anders wil je je geld terug. Wij vinden dat allemaal heel normaal. Bij gebrek of schade heb je recht op kosteloos herstel, vervanging of vergoeding. In de zorg kom je maar weinig garanties tegen. Een enkele tandarts garandeert dat een kroon die er binnen een jaar uitvalt, kosteloos vervangen wordt.
Waarom kan dat niet bij een operatie? Dat is toch vooral een kwestie van geloven in je eigen vakmanschap en goede nazorg leveren. Het zal ziekenhuizen stimuleren tot concurrentie op kwaliteit en uitkomst. Garanties moet je immers waarmaken, anders draai je zelf voor de kosten op. Dus loop je een tandje harder, doe je een extra check en zorg je ervoor dat de patiënt alle instructies voor de nazorg goed heeft begrepen. Eigenlijk gewoon zoals goede zorg behoort te zijn. Ik weet dat de minister jaren geleden in 2007 al voorstander was van een garantiesysteem in de zorg. Mijn vraag is daarom, waarom is het er dan nog niet? Wat is er voor nodig om een garantiesysteem in te voeren? We gaan dit niet aan het veld overlaten, want die worden het nooit eens. Ik wil ook niet horen dat dit een taak van de zorgverzekeraars is, want die kijken vooral naar geld en niet naar kwaliteit. Ik wil weten hoe we dit in wetgeving kunnen gieten en of de minister dit wil onderzoeken. Het moet toch mogelijk zijn om aan standaardbehandelingen een garantietermijn te hangen. Laten we ons niet voor de gek houden dat dit in de zorg niet mogelijk is. In Amerika doen ze het namelijk gewoon wel. En laten we stoppen met het vergoeden van slechte zorg. Voorzitter, de PVV-fractie komt dit jaar heel concreet met 2 voorstellen om de kwaliteit van onze gezondheidszorg te verbeteren en de kosten in bedwang te houden. Ik verwacht dan ook concrete antwoorden van de minister. Tot slot wil ik nog iets kwijt over schimmige farmanetwerken en financiële arrangementen. De minister schrijft dat de bijdrage van het ministerie aan het Apollo-netwerk juist was ingegeven om de schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan. Het valt me mee dat belangenverstrengeling de aandacht had. Maar dan had toch beter iedere deelnemer een gelijkwaardige bijdrage kunnen storten. De minister geeft verder aan dat er binnen het netwerk gesproken is over het preferentiebeleid. Is het dan niet vreemd dat er geen enkele vertegenwoordiger van generieke geneesmiddelen lid is van dat netwerk? Er is blijkbaar niet gesproken over financiële arrangementen. Ik begrijp dat het ministerie inmiddels een eigen organisatie aan het optuigen is voor prijsarrangementen bij geneesmiddelen. Op zich een goede zaak. Ik begrijp ook dat ambtenaren en farmaceuten in gesprek moeten gaan. Maar ik mag toch hopen dat ze geen lid worden van een elitair farmanetwerkje. Hoe transparant wordt deze organisatie? Krijgen wij als Kamer inzicht in de financiële arrangementen die daar worden gesloten? Graag een reactie. Voorzitter, tot slot. De voorliggende begroting is dichtgetimmerd met allerlei akkoorden met veldpartijen waarvan de uitkomst boterzacht is. Geen enkel akkoord heeft afgelopen jaar de eindstreep gehaald of het is alweer aangepast, vervangen of verworpen. De minister heeft bovendien uitgesproken dat ze van artsen verwacht het gesprek aan te gaan met de patiënt over de kosten van een behandeling. In de spreekkamer krijgen we dus gesprekken als behandeling A is het beste, maar wel erg duur. Behandeling B is minder goed, maar goedkoper. Nog goedkoper is helemaal geen behandeling. Welke kiest u? Ik vind het te triest voor woorden. Dank u wel. U bedankt. Nog een vraag van mevrouw Luijten. Ja, voorzitter, we weten dat er vorig jaar flink wat eigen vermogen is opgepot. En heel de zorgsector is inmiddels meer dan 11 miljard beschikbaar op spaarrekeningen. En ik vroeg me af of de PVV het ook een goed idee vindt om een norm te stellen aan die eigen vermogens. Laat zeggen 4-5%, maar misschien heeft de staatssecretaris en de minister wel een ander percentage in het hoofd. Maar het lijkt mij goed om te zorgen dat dat geld niet op de bankrekening blijft staan, maar aan zorg wordt besteed. Wat vindt de PVV daarvan? Voorzitter, die norm bestaat al. Het is een hele goede vraag van mevrouw Luijten, maar we hebben in Nederland een Nederlandse bank die houdt toezicht op zorgverzekeraars en die hebben een norm van 150% eigen vermogen. En de PVV vindt samen met de SP dat alles wat zorgverzekeraars boven die buffers die door de Nederlandse bank wordt neergezet als minimumbuffer, alles wat daar boven zit, en voor zorgverzekeraars is dat 2,7 miljard, dat dat terug moet naar de premiebetaler in de vorm van premieverlaging. Dan hebben we het over 200 euro per premiebetaler. Voor ziekenhuizen, ik neem aan dat daar dezelfde soort maatstaven zijn door de Nederlandse bank. Nee, voorzitter, want op ziekenhuizen en op ouderenzorginstellingen, gehandicaptenzorginstellingen, wordt geen toezicht gehouden door de Nederlandse bank, omdat het geen financiële instellingen zijn. En daarom stelde ik die vraag ook juist. Want in de vorige periode gedoogde de PVV namelijk een kabinet wat winstuitkeringen wilde gaan introduceren. En toen was de PVV daarvoor, winstuitkeringen bij ziekenhuizen. En een van de voorwaarden voor die winstuitkeringen bij ziekenhuizen is dat er voldoende eigen vermogen moet zijn. Dus wat je nu ziet is dat er ontzettend veel ziekenhuizen heel veel gaan sparen om straks een lekker
hapje te zijn voor beleggers. En ik zou graag willen weten wat de positie is van de PVV. Gaat ze de eigen vermogens aanpakken of gaat ze straks de winstuitkering mogelijk maken? Voorzitter, de wet winstuitkering in de zorg, die moet dan naar de Kamer, of die moet nog behandeld worden hier in de Kamer. We hebben daar nog helemaal niet over gesproken. Dus mevrouw Leijten kan onmogelijk zeggen dat wij dat steunen. Dat weet ze helemaal niet. Maar laat ik u uit de droom helpen. Wij hebben grote bezwaren tegen winstuitkering in de zorg. Wij vinden dat geld wat betaald is voor zorg aan zorg besteed moet worden. En dat dat niet moet verdwijnen in onmaatschappelijk hoge buffers. En dat dat niet moet verdwijnen in speculaties van zorginstellingen. En dat dat ook niet aan investeerders uitgekeerd moet worden. Dat moet gewoon naar de zorg. Dank u wel. Tot zover de bijdrage van de Partij voor de Vrijheid. In eerste termijn, dan gaan we nu luisteren.